Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van De Rijnlandroute, waarin we een kijkje krijgen achter de schermen van het grootste infraproject van de provincie Zuid-Holland. Met in deze aflevering geen gewone, maar slimme verkeerslichten. We zijn bij de brandweer in Leiden, waar ze zich virtueel voorbereiden op mogelijke incidenten in de Corbulo-tunnel. En we gaan op pad met een weginspecteur. Maar laten we eerst even kijken naar een overzicht van het totale project De Rijnlandroute. De Rijnlandroute bestaat uit drie delen. De Tjalmaweg bij Valkenburg is verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken en deels verdiept aangelegd. Met twee nieuwe viaducten. Naast de Torenvlietbrug is een nieuwe brug gebouwd. En het fietspad naast de N206 is aangepast en vormt nu onderdeel van de doorfietsroute tussen Leiden en Katwijk. Dit onderdeel van de Rijnlandroute is inmiddels in gebruik. Waar nog aan gewerkt wordt is de nieuwe weg tussen de A4 en de A44. De provinciale weg N434. Deze nieuwe weg bestaat onder meer uit een bijna 2,5 kilometer lange tunnel onder Voorschoten en een verdiepte ligging van ongeveer 1,5 kilometer. De twee tunnelbuizen liggen op zo'n 35 meter diepte en hebben elk een diameter van maar liefst 11 meter. Voor de aanleg van de nieuwe N434 zijn ook delen van de A4 en de A44 aangepast en verbreed. En er komen twee nieuwe knooppunten bij. Ook de aansluiting Leiden-West is geheel veranderd. De Europaweg in Leiden wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en de Lammebrug wordt vervangen door een bredere en hogere brug. Het Lammenschansplein wordt opnieuw ingericht, net als de fietspaden. Dit is de Tjalmaweg tussen Leiden en Katwijk. Dit deel van de N206 is verdiept aangelegd en verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken. Naast de weg ligt een doorfietsroute en ook wordt er een vrije busbaan aangelegd. Dit alles om het verkeer in de regio beter te laten doorstromen. Maar er zijn ook onzichtbare innovaties die daar een bijdrage aan leveren, zoals slimme verkeerslichten. Marcel, jij bent Policy Advisor Traffic Manager. Wat betekent dat? Eigenlijk. Engelse benaming voor adviseur verkeerssystemen. Maar wat houdt dat in? Ik adviseer binnen de provincie of bij projecten, ook bij beheer, over de verkeerssystemen die wij hebben. Verkeerssystemen, verkeersregelinstallaties, camera's, dynamische routeinformatiepanelen. Wij zeggen wel eens oneerbiedig, alles met een stekker langs de provinciale weg. Daar dat adviseer ik over. Ja. Nou staan we hier bij de vernieuwde Tjalmaweg. Alles ziet er super strak uit, hartstikke mooi, net aangelegd. Maar er zijn hier natuurlijk ook heel veel nieuwe dingen die wij niet zien als weggebruiker. Ja, dat klopt. Ja. Zoals bijvoorbeeld op dit kruispunt waar hier een zogenaamde IVRI, intelligente verkeersregelinstallatie staat. Intelligente verkeersregelinstallaties. Maar dat betekent dus eigenlijk dat als jij dat zegt, dat er ook gewone verkeersregelinstallaties zijn. Klopt, klopt. Een verkeersinstallatie die intelligent is? Dat klopt, ja. Dus er zitten meer snufjes in waar je hem slimmer mee maakt. Ja. In Nederland staan ongeveer 5500 VRI's, verkeersregelinstallaties. De meeste VRI's maken gebruik van plaatselijke lussen in het wegdek om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Maar met onze smartphones en computers in de nieuwste auto's genereren wij als reizigers tegenwoordig een continue stroom aan data. En deze data kunnen gebruikt worden om het verkeer nog beter te laten doorstromen in een groter gebied. Dit noemen we IVRI's, intelligente verkeersregelinstallaties. De verkeersregelinstallaties op de kruispunten weten zo niet alleen dat er verkeer aankomt, maar ook het type voertuig, de route, de hoeveelheid en het tijdstip. Zo kan de groentijd voor vrachtwagens bijvoorbeeld verlengd worden, zodat een vrachtwagen minder vaak hoeft af te remmen en weer op te trekken. Deze prioriteit verbetert de doorstroming en voorkomt onnodige uitstoot. Ook wij kunnen hier met onze navigatie-apps gebruik van maken. We kunnen niet iedereen prioriteit geven. We zeggen wel eens in onze vakwereld, er zitten maar 60 seconden in een minuut. Dus meer groen kan ik niet weggeven. Ja. Dus we gaan wel kijken, optimaliseren. En doordat we met zo'n app zien we jou op grotere afstand aankomen. Dat ziet dat verkeerslicht. Dat ziet dat verkeerslicht. En dan kan die ook beter optimaliseren. De verkeersstromen inschatten. Exact, de verkeersstromen. Oké, dus dat verkeersslicht kan dat dan inschatten. Die ziet, nou daar komen 30 auto's vandaan, daar 5. Daar zitten zoveel vrachtwagens bij, dus die geef ik voorrang. Precies. Maar wie bepaalt die prioriteit?
Want wie geef je dan prioriteit? Zijn dat vrachtwagens? Is dat het aantal auto's? Hoe werkt dat? Wie bepaalt dat? Klopt. Nou ja, dat uiteindelijk bepaalt dat de wegbeheerder. Die stelt in welke boven welke prioriteit krijgen. Ja. Oké, dus ja. En dat stellen jullie in. Ja. En dan weet dat verkeerslicht. Ja. Uiteindelijk deze kast, want daarom staan we ook bij hier deze kast. In. Hier ja. zit het allemaal in. Klopt. Die weet gewoon, ik heb dat als prioriteit gekregen. Daar ja. komt zoveel vrachtwagens aan, dus die geef ik sneller groen. Precies. Als weggebruikers kunnen wij gebruik maken van de gratis navigatie-apps om een signaal naar de intelligente verkeersregelinstallaties te sturen. Transportbedrijven kunnen voor vrachtwagens speciale apps kopen, waarmee ze dan meer rechten krijgen. Maar goed, dan ben je dus vrachtwagenchauffeur en je hebt zo'n app. Dat heeft je baas gekocht of je hebt het zelf gekocht. Mm-hmm. En je denkt, ik heb prioriteit. Maar jullie, wegbeheerder, die moet uiteindelijk nog de prioriteit geven. Klopt. Dus je klopt. Hebt er eigenlijk niks aan als die prioriteit niet gegeven wordt. Absoluut. Nee, dat is helemaal waar. Maar dat hangt van de verkeerssituatie af. Klopt. Ja. Ja, hoe druk het is en hoe complex. En of dat er andere belangrijke wegen stromen, waar bijvoorbeeld belangrijke buslijnen rijden. Die hebben dan daar weer prioriteit boven. Dat is maar net wat onze beleidsafdeling heeft bepaald. De verkeerslichten worden aangestuurd via deze kast. Als Marcel daar een laptop op aansluit, kan hij precies zien welk licht op het kruispunt op groen, oranje of rood staat voor auto's of voor buslijnen. Als er een voertuig aankomt met prioriteit, dan zie ik daar dus een lampje oprichten. Dus een OV bus. Van bussen, voor de bussen, openbaar vervoer, hulpdiensten of vrachtwagens. Oké, dus als er zo een bus aankomt... We staan hier bij een bushalte. Als de bus aankomt, gaat hij iets oplichten. Ja, dan zie je straks dat hij zich met prioriteit inmeldt. En dat hij dus ja, eigenlijk het hele kruispunt stillegt, omdat die bus prioriteit heeft. Ja, daar komt een bus. Ja, daar komt hij aan, inderdaad. Oké, dan moet hier dus iets gaan branden. Dan zie ik hier straks als goed is karbericht ontvangen. Hij heeft meteen groen ook. Ja, hij kan in één zo keer zo snel gaat dat. Ja. Hebben ze het ook voor ponies? De klassieke verkeersregelinstallaties konden al prioriteit geven aan hulpdiensten en bussen. Het voordeel van intelligente verkeersregelinstallaties is dat aan veel meer mobiliteiten prioriteit kan worden gegeven. Zoals bijvoorbeeld aan fietsers. We hadden het er net over dat zo'n intelligent verkeersregelinstallatie informatie ontvangt. Maar hij verstuurt ook informatie. Naar de weggebruikers? Naar de weggebruiker toe. En wat dan? Nou ja, straks als we bij de verkeerslichten aankomen, dan zul je zien, dan geeft hij op de app die ik aan heb staan nu, geeft hij informatie terug hoe lang het nog duurt voordat hij groen wordt of rood wordt. Oh, en dan kun jij zien en dan kun je zelf inschatten van nou, ik kan wel iets langzamer gaan rijden of ik kan alvast door. Precies. Dus het is gewoon tweerichtingsverkeer. Je geeft informatie, maar je krijgt het ook terug. Kijk, nu kan je hier al zien, dan verklikt hij. Die is groen en die is rood. En die is rood en ook hoe lang het nog duurt. Oh, die duurt nog best wel lang. Ja, die groen houdt hij nu ook vast, omdat hij ons ziet. Oh ja, want jij geeft dat signaal van ik kom eraan. Ja. Oh, klopt. Lachen. Maar dan zie je eigenlijk in de app alleen, het duurt nog of een heel rondje of een half rondje voordat hij rood of groen wordt. Ja. Maar dat is het dan ook. Je krijgt nog nu, verder geen advies. Nu nog wel, dat klopt. En dat moet nog doorontwikkeld worden, waarbij we de applicatie slimmer gaan maken en ook gaan voor zorgen dat je een adviessnelheid gaat krijgen, zodat je zonder te stoppen bij het verkeerslicht door kan. Als je een app gebruikt die informatie geeft aan de verkeersregelinstallatie, betekent het niet dat je individueel overal kunt doorrijden. Het gaat om verkeersstromen. Daarnaast zijn er ook nog veel voertuigen die niet verbonden zijn met de verkeerslichten en voertuigen die prioriteit krijgen. Het systeem gaat pas echt goed werken als de meeste voertuigen verbonden zijn en alle verkeersregelinstallaties intelligent. Bestemming bereikt. Yes. We zijn er. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit is de N434, de nieuwe provinciale weg tussen de snelwegen A4 en A44, met een 2 kilometer lange tunnel en een verdiepte ligging van zo'n 1,5 kilometer. Begin juli gaat de N434 open voor verkeer. En daar bereidt ook de veiligheidsregio Hollands Midden zich op voor. Zo wordt de brandweer getraind met speciaal voor de Rijnlandroute ontwikkelde computermodellen. Hallo Roy. Hallo Laura. Oh, je bent al bezig met het computermodel. Een beetje te spelen. Een beetje aan het spelen. Oh, het ziet er wel mooi uit, zeg. Zo ziet het heel allemaal. Een soort game lijkt het wel. Of is dat plat gezegd? Nee, eigenlijk niet.
jeugd die herkent dit misschien als serious gaming. Hè? Ja. En wij doen dat eigenlijk bij de brandweer ook. Maar dan omdat het nodig is, noodzakelijk is. Ja, echt noodzakelijk is. Er wordt met een computermodel getraind omdat het veel te kostbaar is om elke keer met alle brandweermensen en al het materiaal op locatie te oefenen. Bovendien zouden dan wegen als de A4 moeten worden afgesloten en die impact zou te groot zijn. In dit Rijnlandroutemodel zijn de routes van de kazerne naar de tunnel virtueel nagemaakt. En ook de tunnel ziet er tot in detail hetzelfde uit als in de werkelijke situatie. Laura, jij bouwt dit model, hè? Ik bouw de scenario's in deze omgeving. Dus de omgeving die bestaat al, dat is een bestaande omgeving. Is door een ander bedrijf gebouwd? Die is door een ander bedrijf gebouwd. En wij maken echte scenario's, dus de ongevallen, zal ik maar zeggen. Hoe wordt zo'n omgeving gemaakt dan? Nou, zo'n omgeving wordt gemaakt aan de hand van de bouwtekeningen. Dus met de aannemer. Die krijgen jullie van de aannemer? Jazeker. Alles ja. Klopt op de verhouding? Op de verhouding van alle kastdeuren die je ziet, alle doorsteken die je ziet, de verlichting, de kleuren. Alles klopt. Tot aan je zult het straks ook misschien zien. Nee, maar ik bedoel eigenlijk, dat is niet even zomaar een gat. Nee. Waar jij even een ongeluk in propt en dan hebben we geoefend. Dit is tot in detail. Tot in detail. Dus als je het nu dadelijk ziet en we gaan naar de A4 toe, dan zul je ook zien dat de wegwijzering op de snelweg. Zelfs dat klopt. Exact klopt. En de rechterkant kan je zien dat ik de weersinstellingen kan instellen. Wind, zon, water. Dus ik heb nu stormachtig gedaan. En als we nu de deelnemer laten rijden. Oh, wij zien het vanuit de wagen. Oh, joh, lachen. Ja, nu mag je meerijden. Dit is een exclusief kijkje, dat kan natuurlijk exclusief, nooit. Ja. Normaal gesproken met een daadwerkelijk incident niet. Nee, je zit nu op de stoel waar de voertuigcommandant zit. De bevelvoerder. Oh, bliksem. En je ziet dus nu echt hoe je van het terrein afrijdt, ja, helemaal richting het incident. Ook het oefenen van de route naar het incident toe is belangrijk. Vanaf het moment dat de pieper gaat, wordt er door de brandweer al nagedacht over de inzet. Tijdens het aanrijden komt er vanuit de meldkamer steeds meer informatie over de aard en de ernst van het ongeval. En dat is mede bepalend voor de benadering van het incident. Eenmaal aangekomen bij de tunnel kan de brandweer via een hulppostkast beelden bekijken van in de tunnel om de situatie nog beter in te schatten. Dus voordat ik zeg maar daadwerkelijk die tunnel inga, ook in de praktijk, kan ik aan de voorkant al heel veel informatie halen van het incident wat zich op dat moment binnen afspeelt. Ik noem dit trainen 2.0, maar heel in het begin hadden we houten huisjes met Playmobil wagens. Dat vroeger met Playmobil geoefend? Dus de meest ernstige incidenten hebben brandweermannen met Playmobil poppetjes geoefend? Jazeker. Maar dat was gewoon puur om, voor bevelvoerende was dat met name. Maakte je dan brand of rook? Rook maakte je met watten. Bijvoorbeeld had je verschillende kleuren watten voor incidenten. Had je witte watten voor rook. Rode watten voor vuur. Zo, vul het in. Heb jij dat ook gedaan? Dat heb ik ook gedaan, ja. Er is een draaiboek met veel voorkomende scenario's die getraind moeten worden. Laura kan op basis daarvan virtueel alle mogelijke incidenten creëren onder alle denkbare weersomstandigheden. Bijvoorbeeld incidenten met grote of kleine branden, lekkages, dieren op het wegdek en zelfs ontploffingen. Brandweerlieden die getraind worden kunnen vervolgens in dit model branden blussen of mensen uit voertuigen bevrijden. Iedere persoon die getraind wordt heeft een eigen joystick en krijgt van de bevelvoerder een eigen taak. Nou, Johan, ga op verkenning. Dat zou een opdracht zijn die ik je zou kunnen geven. Johan, ga verkennen op een vuurhaard. Oh, dit is dan een dwarsverbinding. Ja, loop maar hier door. Kom je ook te staan als er een incident is als publiek. Mm-hmm. Even door. Maar je bent nu op zoek naar een vuurhaard. Kijk. Oh, en hier is iets het. En ik moet op zoek naar een vuurhaard. Ga maar op zoek naar een vuurhaard. Oh, Jezus. Kan ik tussen al die mensen door? Hier staan mensen verzameld. Dus dan zal de incident aan die kant zijn. Mm-hmm. Oh, hier staat er iemand om het tegen te houden. Kijk. Oh ja, hier zo. Oh, hier is die. En dan krijg ik vervolgens weer een nieuwe opdracht. Of iemand anders krijgt een andere opdracht van ga dit blussen. Kan ik dichterbij komen? Je kan zeker dichterbij komen. Oh, ja. Dit is wel mooi gemaakt zeg. Hè? Er zit nog iemand in die auto. Er zit nog zeker iemand in de auto. Dat is gevaarlijk. Hoe gaan we? Kan ik iets doen? Ja, kijk, nu is de deur open. We zien een slachtoffer. Oké. En hoe krijg ik die eruit? Nog een keer drukken? Probeer maar. Oh, probeer maar. Als hij geel kleurt, dan... Is die geel? Oep. Ja, oh! Kijk. Nee joh, ademfrequentie, hartslag, man 24 jaar. En het is wel afhankelijk van, hoe is die persoon aan toe? En dat kan dus allemaal in zo'n training mee worden gegeven. Misschien dat zo'n persoon bekneld zit, dat we hem moeten bevrijden.
Maar als je ter plekke staat, dan heb je de rook die je inademt. Je hebt geluid, je hebt mensen die aan je jas staan te trekken, die geholpen willen worden. Ja. Dat heb je nu allemaal niet. Nee, dat klopt. Het is heel moeilijk om een daadwerkelijk ongeval zodanig te ensceneren dat je ook omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren, kom ik er dichtbij, dan zul je het waarschijnlijk warm krijgen bij zo'n auto. En dat heb je hier niet. Je zult ook een keer een echte oefening doen. Jazeker, maar dat gaan we ook doen, hè? Multidisciplinaire oefening. Eind mei komt die multidisciplinaire oefening. Dan gaat dit soort trainingen moet dan uiteindelijk leiden dat daar nog wel momenten uitkomen. Zeggen van, daar moet nog een bijstelling op plaatsvinden. Maar dat is wel het idee. De multidisciplinaire oefening in en rond de tunnel vindt dus eind mei plaats en daar zijn alle hulpdiensten bij betrokken. De provinciale wegen en fietspaden in Zuid-Holland moeten overigens altijd veilig zijn om gebruik van te kunnen maken. En die veiligheid wordt bewaakt door weginspecteurs van de provincie Zuid-Holland. Bij incidenten, afgevallen ladingen, dode dieren of andere problemen komen de weginspecteurs in actie. Eén van hen is Sander van Noord. Ja, dit zijn wel herkenbare auto's die je vaak ziet rijden in Zuid-Holland. Klopt. Dit is jouw eigen auto? Ja, eigen auto, klopt. Hey, jij bent weginspecteur. En wat doet een weginspecteur eigenlijk? Ja, de weg inspecteren, dat snap ik. Ja. Maar wat dan? Ja, er zit een stukje handhaving zit erbij. Er zit een stuk toezicht houden. Dus kijken van hoe is de staat van de weg, hoe ligt die erbij. Als het gaat een afgevallen tak van een boom tot een pechgeval of een ongeval. Dat doen wij allemaal met deze auto. Oké, maar je zegt ook handhaving? Ja, klopt, klopt. Er zijn een x-aantal weginspecteurs die zijn ook uitgerust met een BOA-taak. Dus jij kan ook boetes uitdelen? Ja, klopt. Aan wie dan? Aan bestuurders die overtredingen maken, verkeersovertredingen. Dus het is met rijden over fietspaden, met een auto, stilstaan op de voorrangsweg, buiten de bebouwde kom. Hey, en dit is de plek waar jij begint elke dag? Klopt, ja. Want dit is van de provincie of van Rijkswaterstaat? Nee, Wat is dit? Het is een combi. We zitten samen met Rijkswaterstaat zitten wij in dit pand. Want dit ligt een beetje op de kruising van de N11 en de A4, hè? Ja, klopt, klopt. Oh, dat zijn allemaal sneeuwschuivers. Ja, exact. Ja, klopt. En we hebben nog heel wat zout liggen. Oh, zo joh. Ja, natuurlijk. Ja. Toevallig, ik als weginspecteur heb ook een taak van gladheid. Dus ik ga alle sensoren... Ja, hebben we ook allemaal nog. Je bent druk? Ja, klopt, klopt, klopt. Oh, dus je bent en weginspecteur, BOA, en dan ook regel jij nog zeg maar waar gestrooid moet worden. Ja, en, klopt. Oké, het is vandaag 17 graden. Ja, we zullen vandaag niet gaan strooien. We zullen niet gaan strooien. Wat gaan we vandaag wel doen dan? Een dag zoals vandaag weten we niet wat er gaat gebeuren. Tijdens onze toezichtronde kunnen we inderdaad opgeroepen worden voor een ongeval, een pechgeval of wat dan ook. Nou, interessant dagje, hopelijk. Ja, wat is een interessant dagje? Als je lekker bezig bent. Oh ja, veel meldingen. Dat hoeft niet nog ineens. Nee, als je gewoon dingen tegenkomt die je kan oppakken. En oplossen. En oplossen inderdaad. Dan heb ik er genoeg voldoening uit gehaald. Nou, ik ben benieuwd. Ja. We gaan eerst koffie drinken. Dat dacht ik al. Kom. En terwijl Sander me intussen ook nog even trots de rest van het gebouw en alle strooiwagens laat zien, komt de eerste melding binnen. Goedemorgen, met Sander, provincie Zuid-Holland. De melding gaat over een verkeerslicht op de N209, waarvan het oranje licht defect zou zijn. Nou, zoals je hoort, moeten we gaan. We hebben een melding. We moeten dan ook meteen weg. Ja, klopt. We moeten gelijk weg, want het kan een gevaarlijke situatie opleveren. Dus we zetten de koffie. Die zetten we even weg. Wat is jouw aanrijdtijd dan? Binnen hoe lang moet je er zijn? Wij moeten binnen een half uur moeten wij op locatie zijn. Nou is dit iets. Een kleurstoplicht die het niet doet. Ja. Verkeerslicht. Ja. Maar je kan natuurlijk ook een melding krijgen van joh, er is ergens een ongeval gebeurd. Ja, en daar moet je dan ook heen. Ja. En dat is toch iets anders aanrijden, denk ik dan, of niet? Ja, klopt. Dan, mag je overal doorheen scheuren en hard? Dat niet? Nee, we hebben wel een x-aantal vrijstellingen. Mm-hmm. Dus wij mogen gebruik maken van de busbaan. We mogen over de vluchtstok heen rijden. Maar daar houdt het als het nodig is. Als het nodig is, maar daar houdt het ook wel bij op. Okay. Wij mogen inderdaad niet door verkeerslichten, rood licht rijden. We mogen ook niet sneller rijden. Je hebt ook geen blauwe lichten, draag je. Geen blauwe lichten, dat is inderdaad alleen voor Rijksaanstand. Dus wij rijden nu gewoon wel met gepaste spoed gaan we die kant op. Maar dan zonder toeters en bellen. Is het spannend wat jij doet? Het kan spannend zijn. Ja? Ja, het kan echt. En wanneer is het spannend?
Ja, dat is weersafhankelijk. Weersafhankelijk? Ja, want is het een regenachtige bui zoals vandaag? Ja, en er komt een regenbui. Ja, en het zicht wordt toch minder. Ja, en dan hoop je dat de burger het op tijd ziet dat wij er staan. Ja, dat ze op tijd een rijstrook opschuiven, dan wel stoppen. Oh, dus de spanning zit hem ook van, overkomt mijzelf niet iets? Want het is altijd in verkeerssituaties natuurlijk, waar klopt. Mensen hard kunnen komen aanrijden. Ja, exact. Zou hem wezen. Oh, dan ga je gewoon hier stilstaan midden op de weg. Ja, ja, we moeten toch een veilige plek maken en creëren. Dus we gaan de rijstrook afzetten. Oh, je zet hem ook schuin? Ja, ja, dat moet inderdaad. We moeten hem een vent-off zetten op deze weg. Je wat, zeg je? Vent-off. Dus dat is het verkeer eromheen geleiden. Weginspecteurs hebben speciale auto's met een DRIP, een dynamisch route-informatiepaneel, om bij ongevallen of andere meldingen zoals deze de weg veilig te kunnen afzetten. Als jullie een beetje in de berm komen staan. Hey Marcel, goedemorgen. Hey, verkeerslicht ter hoogte van 209, 15.4 links. Er is inderdaad lantaarn 1.1. Daar is inderdaad het oranje verkeerslicht defect. Oké, top, super, dan gaan wij weer door. Oké, ja, zie je. Yo, doeg. Maar waarom zet je nou die hele weg af? Want in principe had je er ook gewoon langs kunnen rijden. Had je ook gezien dat hij het niet deed? Klopt. Nee, het is voor onze veiligheid. We moeten natuurlijk veilig werken. Dat is het hele ding. Ja, en voor een foto moet ik toch even op de rijbaan staan. Ja, en dan om geen gevaarlijke situatie te krijgen, moet je zorgen dat je een rijstrook afsluit. Wat is het meest indrukwekkende wat je ooit hebt meegemaakt in dit werk? Dat was vrij kort toen ik, althans ik was net binnen. Augustus ben ik begonnen en in november had ik mijn eerste dodelijk ongeval. Oh, wow. En dat staat me nog wel aardig bij, ja. En hoe ga je daarmee om? Vertel je dat thuis of met collega's? Ja, je vertelt met collega's, onderling, thuis, situatie, dat allemaal. Dus je wordt ook ondersteund erin. Hier hebben we dan asfaltschade. Oh ja, maar dat is best wel veel plekken toch, asfaltschade? Ja, klopt, dat heeft met name nu met die vorstperiode te maken. Er komt water in te staan. Nou, als het gaat vriezen, ja, dan zet het uit. En dan heb je uiteindelijk... Oh ja, dit zijn best diep dingen nog. Ja, klopt. En dit moet dan... En hier moet jij een melding van maken? Ja, hier gaan we inderdaad een melding van maken. En dan komt hij bij de aannemer terecht. En kijk uit hoor jongens, daar rij je best wel hard hier. En dan zorgen we dat het veilig komt. Althans veilig wordt. Daar staan wij hier op zich niet zo heel ver, maar ik word er al best wel nerveus van al dat verkeer. Heb jij daar geen last van als je aan het werk bent? Dat je... Ja, daar hebben wij ook wel last van. Daarom moet je eigenlijk ogen in je achterhoofd hebben. Ja. Zo. En af en toe word je er angstig van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, klopt, want je staat toch heel dicht bij het verkeer. Ja, in zo'n vrachtwagen komt hard aan. Gelukkig voor ons geen ernstige incidenten vandaag, maar we weten nu wel waar die rood-gele wagens van de provincie voor zijn. Wil je meer informatie over het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland? Kijk dan op omroepwest.nl/Rijnlandroute.